Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemenschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemenschikken. En vandaag gaan we iets heel moois maken. Tenminste, ik ben al helemaal enthousiast, want ik had al eventjes een voorbeeldje gemaakt. Zoals je ziet, kan je het naast me zien, we gaan een ei maken op voet. Een beetje industrieel, heel stoer, maar ook heel liefelijk door het verwerken van de materialen. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer als het helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En er komen nog heel veel leuke video's aan. Dus ja, dan gaan we gauw aan de slag. Wil je het pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uronlinebloemist.nl. Dan vind je onder kopje cursuspakketten. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, deel het op Facebook of Instagram. Dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. Een cadeau rond de waarde van 15 euro vrij te besteden in onze webshop. Dus dat is natuurlijk super leuk. En ik ben heel benieuwd wat jullie voor creaties hebben gemaakt. Dus dat vind ik ook gewoon super leuk om te zien. Daarnaast heb ik nog even een vraagje aan jullie. Zouden jullie het prettig vinden als de DIY pakketten ook zonder bloemen beschikbaar komen? Dus zowel met bloemen als zonder bloemen. Dat zou kunnen. We verzenden ook de verse bloemen gewoon door heel Nederland, België en Duitsland. Dus dat is ook geen probleem. Maar ik kreeg al wat vaker de vraag. Dus mocht er veel meer vragen zijn, laat eventjes hieronder in de reacties weten. En wie weet, voeg ik dat dan binnenkort toe aan onze webshop. Zodat je het hele pakket kan bestellen. Of het pakket met alle benodigde materialen zonder de bloemen. Zodat je het op elk moment kan maken dat je zelf wil. Laat hem eventjes weten. Gaan we nu echt gauw beginnen. We hebben alvast een oase rondje. En die gaan we alvast even snijden in een beetje een ei-vorm, zodat we de vorm er al in krijgen. Dit doe ik voordat de oase nat is, want dat vind ik wat makkelijker. Maar het begint nu aardig op een ei-vorm te lijken. Ik krijg al eens, ik krijg echt best wel vaak de reacties van, ik heb iets gemaakt, wil ik graag showen, maar het is nog lang niet perfect. Jongens, bloemschikken hoeft ook niet perfect, hè. Deel jouw creativiteit, ga gewoon lekker creatief aan de slag en maak er voor jezelf gewoon echt wat leuks van. Ik zeg ook niet wat ik doe dat het perfect is. Ik deel het graag met jullie, maar doe gewoon lekker je eigen ding. En dan mag je natuurlijk ook met dit stuk doen. Alleen maar leuk, laat de creativiteit gaan. Ik heb hem nou aardig in een ei-vorm. Dus ik ga hem even in het water gooien, zodat hij het water kan opnemen. Let op dat je oase nooit onder de kraan houdt, onder water duwt. Maar gewoon zelf vol laat zuigen met water, zodat er geen bubbeltjes in het oase komen. Nou, de oase is inmiddels mooi volgelopen. Hij is ook mooi zwaar. En hierop gaan we dus werken met de bloemetjes. Ik kies nu voor trosroosjes omdat die mooi fijn zijn. Maar je kan eigenlijk van allerlei soorten bloemen gebruiken. Als je maar fijne kleine bloemetjes gebruikt, dus niet te grof. Want op die manier hou je straks de vorm er mooi in. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Het is natuurlijk belangrijk dat je de bloemen goed schuin aansnijdt. Daarnaast is het ook belangrijk dat je de vorm erin houdt. Dus bovenin werken wat hoger dan aan de zijkant. De zijkanten weer wat meer strakker tegenop. Want dan hou je mooi dat ei-vorm. Daarnaast kijk ik eventjes naar de grootte van de bloemen. Dat ik het ook een beetje verdeel. Dat je zowel knopjes als de grotere bloemen erin steekt. En dan verdeel ik het gewoon gelijkmatig op. Ik let wel op dat ik de bloemen even goed schuin aansnij. En zoals je kan zien werk ik de bovenkant iets hoger en de zijkanten echt dicht tegen het oase aan. Je kan op het laatste moment nog wel iets schuiven, maar niet echt heel veel. Dus hou daar rekening mee. Thank you.
Zoals je ziet heb ik nu een mooie basis. Ik heb een groot deel van het oase weggewerkt door middel van de bloemen. En we gaan nu nog met andere materiaaltjes werken om een heel mooi geheel te krijgen. Ik begin daarmee met dit mos. Het staat ook los in onze webshop onder, ik dacht takkenmos of zo, houtmos. En dat zet ik ertussen heel compact vast met krammetjes. En het grijzige vind ik heel mooi passen bij dit sfeertje. En daarna doen we dat ook met Tillandsia. Het is dezelfde kleur, alleen dan net een andere structuur. En zo werken we hem helemaal vol, zodat we geen oase meer zichtbaar hebben. Zoals je kan zien hebben we nu echt al een prachtig ei en helemaal op dit frame is hij eigenlijk gewoon heel mooi, sierlijk, strak, maar ook een beetje romantisch. Dus je kan hem zo laten. Wat je ook kan doen is er nog even een extra nestje omheen maken, zodat het ei op het nestje zit. Maar dat is natuurlijk wat je zelf leuk vindt. Je kan het op verschillende manieren doen, dus je kan het pakket eventueel zo bestellen als je het leuk vindt. Maar ik heb hier bijvoorbeeld het wit houten. Ik weet niet hoe dat onder onze webshop precies staat. Maar in ieder geval de houtworteltakken die je er omheen kan doen. Ik ga het allemaal linken hieronder in de beschrijving. Maar wat je ook kan doen is de curly takken. Die staan ook in onze webshop. Die zijn heel flexibel en het grijzige is heel leuk. Ik heb het hier gecombineerd met wat berengras. Het berengras zit er sowieso bij in het pakket. Maar qua nestvorm kan je natuurlijk zelf kiezen wat je leuk vindt. Kijk, deze curly takken, er zit een soort ijzerdraad in, dus dat kan je buigen hoe je ook maar wil. Je kan het dan ook eventueel eroverheen laten lopen. Dan kan je helemaal je eigen creatieve ding van maken. Maar je kan gewoon ook er een nestje van maken. En dat doe je gewoon door het te buigen in een nestvorm. Dat is ook echt wel heel erg leuk en luxe. Die je er dan onder legt. En kijk hoe prachtig, jongens. Het is toch geweldig. Ja, ik vind het echt een heel leuk pakket. Ik ben er heel enthousiast over. En dan zou je nog eventueel, als je wat groenig erin toe wil voegen, kan je er nog extra berengras aan toevoegen. Ik ga het wel even laten zien. Je kan ze er eventueel ook uitlaten als je het wat meer in de grijze sfeer wil laten. Maar mocht je dat dus toevoegen, steek je elke keer de berengras erin en buig je hem eromheen. Zet je hem even weer vast met een krammetje. Ik doe het dus echt aan de onderkant, zodat je dat nestvorm blijft versterken. Maar je kan het ook helemaal eroverheen doen, dat je wat diepte krijgt. Maar omdat ik juist de vorm van het nest er graag bij in wil houden, doe ik het echt alleen onderaan. Je kan ook, als je geen krammetjes wil gebruiken, even een stukje van het berengras eraf halen, dus de puntjes. Dan kan je de uiteinden weer in de oase steken. En dit doe je er dan rondomheen. En vaak waar dan de boog zit, doe ik halverwege weer een nieuwe berengras. En zo doe ik dat het helemaal rond is. Vaak per twee, maar het komt niet zo precies. Je kan daar helemaal een beetje je eigen ding in doen. Ik heb onderaan toevallig ook wat oase vrijgehouden. Dus op die manier kan ik dat goed verwerken. Mocht je daar nou net wat Tillandsia hebben gedaan, kan je het ook weghalen. En op het laatst kijk ik nog eventjes of de gaatjes zijn van de oase, zodat je die mooi opvult. Zodat er geen oase meer zichtbaar is. Nou, en dan is die klaar. Je kan hem zo ver en vol maken als je zelf leuk vindt.
Dus ja, ga daar gewoon lekker mee aan de gang. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je onder een kopje cursuspakketten. Laat ook even weten of je de pakketten zonder bloemen in onze webshop wil zien. En wie weet zie je dat dan binnenkort. Nou, hoop ik dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat even hieronder een reactie weten wat je van deze video vond. Wat je graag nog wil zien. En dan zien we bij de volgende keer weer. Doei!